Ja, ze moeide haren, maar dat hoort bij de wind. Zie ik er netjes uit of niet? Ja. Dat gaat niet anders? Nee, is helemaal goed. Waait het weg? Nee. Ik zit hier bij Freo van Spijker en Wil Knol. Freo, je hebt nog de oorlog nog echt meegemaakt, nog gevoeld hoe het was. Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik kan dat zeker over de laatste paar jaar van de oorlog. Ik ben geboren in 1937 en de eerste jaren was ik aan de jonge kant natuurlijk. Maar tegen het eind van de oorlog was ik bijna 8. En vanaf 1944 heb ik heel duidelijke herinneringen aan wat er in de oorlog gebeurd is. Ik woonde aan de Friese-Veense weg. Tegenover ons was een grote garage van de Duitse Weermacht. Daar heb ik veel gezien. Ik heb veel met mijn moeder kranten rondgebracht, illegale kranten in Almelo. Onder in de kinderwagen waar mijn zus in lag, daar zat zo'n luierbakje en daar waren de kranten in verstopt. En wat ik ook gedaan heb, dat is melk halen bij een boer ten behoeve van mijn zus, die in 1944 gebeurd is. Dat zijn zo van die herinneringen die je nooit vergeet. Mijn vader kon die melk niet zelf halen, want dan liep je het risico bij een razzia opgepakt te worden. En daarom mocht ik als jongetje van 7 jaar elke dag met 2 containertjes naar boer Kromhof in de Haghoeksweg om 2 liter melk te halen. Ook heb ik uit 1944 nog een herinnering dat ik met een van de buurjongens en mijn vriend met een handkar helemaal naar Westerhaar gelopen ben om aardappelen en groenten bij boeren weg te halen voor het gezin van onze buren. En op de heenweg mochten we in de handwagen zitten en op de terugweg moesten we met een touw om ons lijf de bak trekken om weer aan de Friese-Veense weg te komen. Dat zijn echt best wel indrukken die blijven bij, hè? Ja, die blijven je altijd bij. Een andere herinnering die ik nog heb aan 1944 is dat wij op 12 oktober 1944 te horen kregen van de Weermacht dat wij binnen 48 uur het huis uit moesten zijn met alle inventaris, behalve de gordijnen en de kachels. Want het huis werd gevorderd door de Weermacht met nog een aantal huizen bij ons in de rij. Want de Weermacht moest uit het Lyceum aan de Friese-Veense weg, begin van de Friese-Veense weg, daar stond het Lyceum, waar tegenwoordig het Christelijk Lyceum, zegt mevrouw, waar tegenwoordig het verpleeghuis staat. Oh ja. En daar moest dus heel plotseling voor een andere woning gezorgd worden. We gingen van nummer 75 naar nummer 81. Want daar woonde de familie Fokke. Maar de heer Fokke was ondergedoken omdat hij voor de oorlog en in het begin van de oorlog bij de firma Theemans werkte. De firma Theemans was een handelsonderneming bij de Oude Haven in Almelo, maar was van een Joodse familie. En in 1944 waren ze op zoek naar het personeel van de firma Theemans, want die zouden dan in ieder geval gevangen genomen worden. En binnen 2 dagen waren we verhuisd. Zo. Tegenover nummer 81 stond, waar nu het tankstation is, een grote villa. En daar zaten Duitsers in. Die Duitsers die kwamen dus ook oorspronkelijk van het Lyceum. En er waren geen kwaaie mensen, maar ze waren er wel duidelijk. En dat was altijd een beperking. Ja, je moest altijd op je hoede zijn. Je moest altijd op je hoede zijn. Ik heb ooit wat lelijks gezegd over boer Beverdam uit de Haghoeksweg. Die was lid van de NSB. En binnen de kortste keren hadden we dus de politie aan de deur. Want dat jongetje dat moest wel zijn mond houden. K-
Kan u nog het moment herinneren hoe dat voor u was dat die bevrijding eraan kwam? Jawel, want om de havenklap was een luchtalarm. En dan moesten we schuilen in de kelder onder het huis. En dat zijn dingen die vergeet je nooit. Dat heb ik nog. Als één keer in de maand de sirenes loeien hier, zit ik onmiddellijk terug in de oorlog. En dat is nou eenmaal zo, maar iedere keer schrik je er weer van. Want dan hoor ik en zie ik nog de bommenwerpers overkomen die richting het oosten gingen. Maar ik weet ook nog wel van die bevrijding, want wij woonden in wat toen de Beltweg heette. En later werd het Christoffelstraat. Daar kwamen de tanks vanaf het spoorlijn Hengelo-Almelo over de Delderse straat en dan door de Beltweg en dan linksaf de Bornsestraat op. En ik was nog maar 3. En we hebben jarenlang zo'n Canadese baret in huis gehad, want die gooiden ze naar ons toe. En we hadden in het Nijrisch Bos een lanceerinstallatie van de VN. Ja. En dan kwamen die over ons huis. En in de Paradijsweg is toen zo'n raket neergestort op een huis. En jarenlang is dat een gat geweest daar. Dan gingen we wandelen en dan zei mijn vader, kijk, we hebben een VN-ling, weet je wel. Zo, en dan was ik nog maar 3. April 1945. Die bevrijding stopte 's avonds bij de Friese brug, omdat de Duitsers, terwijl er een Canadese tank overreed, de boel opbliezen. Daarbij zijn 2 soldaten om het leven gekomen. Die zijn ook oorspronkelijk bij het brugwachtershuisje begraven geweest. 5 april is het Noorderkwartier van Almelo, zoals dat toen genoemd werd, bevrijd. Dat is ook een herinnering die je niet vergeet, want je kon in één keer naar buiten zonder gevaar. Het mangat in de voortuin kon dichtgegooid worden. Een mangat is een gat van ongeveer een mensenlengte, een halve meter breed, waarop ze op de buik in kunnen liggen met een geweer in de aanslag om te schieten naar alles wat langskomt. Want mijn vader had ook de vlag goed bewaard. En 5 mei kon die vlag uit. En dat was iets wat wij helemaal niet meer kenden uit het verleden. En dat was een feestelijk geheel. En in de garage tegenover ons, er was een vrachtwagengarage, waar inmiddels de Duitse voertuigen weg waren, hebben we dus 6 mei een groot feest gevierd met alle bewoners van die omgeving. Mijn vader zat bij de voedselvoorziening. En in, ik denk 1944, toen had hij een half varken uit Friese Veen meegenomen voor eigen gebruik. En daarvoor moest hij betalen met zijn gouden zakhorloge. Nou, zo'n ketting, weet je wel. En vond hij niet erg, volgens mij. En jaren later werd hij opgebeld door familie van die meneer waar hij dat halve varken had gekocht met een horloge. En toen werd hij opgebeld en toen vroegen ze of hij bij die meneer wou komen, want die lag op zijn sterfbed. Nou, mijn vader erheen en toen kwam hij daar, sprak hij met die man. En die meneer zei toen, was een boer uit Friese Veen, Hondenbrink heette die. Ik heb nog wat voor u. Oh ja, zei mijn vader. Ja, zeg, dat horloge maar wel weer hem. Toen kreeg mijn vader dat horloge terug. Dat is toch... Het is gewoon een privé-anekdote, maar dat vergeet je niet, hè? In de herfst, net voordat wij het huis uitgezet zijn, kregen wij op een avond in ons huis een huiszoeking. Men was op zoek naar onderduikers, want er waren mensen door het verzet uit een transport van gevangenen naar Leeuwarden. Uit de vrachtwagen gehaald waar ze in zaten. En een van die onderduikers was bij ons thuis. Zijn verzetsnaam was Karel. Wij hadden in huis een trap naar de zolder en onder die trap zat een kast. En daar kon je inkomen vanuit een kledingkast. En daar zat een houten wand voor met een zak witte bonen en een zak bruine bonen.
om de ingang van die kast die in die kast zat te verbergen. En toen kwam er een Duitse soldaat op de slaapkamer van mijn ouders. En voor de kastdeur stond mijn zus, die in juni geboren was in 1944, in de wieg. En deze man die keek in die wieg en zei: "Zo een baby heb ik ook zu Hause." Draaide zich om en ging de kamer uit. En daarmee was het leven van Karel gered. Ja, in de loop der jaren zijn hier ook al heel wat Canadezen geweest. En in 1995, als ik het goed heb, bent u daarmee begonnen om de 5 jaar die Canadezen in huis te halen. Ja, hoe is dat in al die tijd verlopen voor jullie? Dat is heel goed verlopen. In 1995, bij 50 jaar bevrijding, hebben wij gereageerd op een verzoek om onderdak te verlenen. En wij werden daarvoor uitgenodigd op een bepaalde dag om in het theaterhotel te komen. En daar kwam een bus aan waar wij op konden kijken vanuit het hotel waar we zaten. En daar kwamen allerlei mensen uit die bus. We stonden op de stoep hoor, dat maakt niet uit. Nou ja, ik heb het iets anders in mijn hoofd, maar goed. Uit die bus kwamen allerlei mensen. De een met krukken, de ander met een rolstoel. Kortom, het was een nogal gemengd gezelschap. Veteranen. En op een gegeven ogenblik, helemaal aan het eind van de rij, kwam er een stel uitstappen. En dat was een zeer kwiek, goed uitziende, kwieke kwiek man. Niet groot. Waarop mijn vrouw zei van, die zou ik wel thuis willen hebben. Echt zo waar, die kwam bij ons. En die kwam met zijn partner bij ons. We zijn in de auto gestapt. En de betreffende veteraan. Met zijn partner. George Curtis. Zei, ja, in het Engels, ik heb een probleem. En wij zeiden, wat is dat probleem? Hij zegt, we are not married. We zijn niet getrouwd. Oh. Wij zeiden, that's your problem, not ours. En toen was die bij ons thuis. Nee, en toen even later zei hij, I've got another problem. Tell us. Toen bleek hij vrijmetselaar te zijn. Een Freemason. Een Freemason. Ja. Wij zeiden, no, that's not our problem. Direct na de oorlog, toen wij weer in ons eigen huis waren aan de Vriezenveenseweg, kregen we inkwartiering van een Canadese kapitein. Die werd bij ons ingekwartierd. Het was een beetje een aparte man. Hij was ook meestal weg en kwam alleen 's nachts. Maar het had één groot voordeel. Waar heel Almelo geen elektriciteit had, kreeg je als je een Canadees ingekwartierd kreeg, elektriciteit. Daar werden de buren een beetje boos over, want wij hadden wel licht en zij niet. Zal ik zo even een buggy maken? Dan ga ik even opstaan, dan ga ik even de koffiemachine. Ben je hier langs gedaan?